Katrien Lom van Berger of Velden heeft een serie van online sessies gedaan om verder te komen met haar social media. En ben benieuwd, hoe is dat bevallen, Katrien? Ja, angst. Schrikbarend hoe weinig ik van social media wist. Ik wist wel dat ik weinig wist, maar dat ik zo weinig wist, wist ik niet. Ik ben op zich wel handig met computers. Boekenprogramma's heb ik ook in geadviseerd. Koppelingen leggen tussen programma's. Ik had niet gedacht dat ik social media zo lastig zou vinden. Om voor je kaaswinkel te gebruiken, kaasboerderij. Ja, en het was met name dat ik gewoon ook echt geen idee had wat je ermee kon. Ik had wel wat voorbij zien komen, maar de link tussen hoe ik dat dan zelf kon gebruiken, meer bekendheid te genereren voor mijn bedrijf met social media, gewoon de link hoe ik dat überhaupt had kunnen oppakken, dat was er gewoon helemaal niet. Dus dat is een heel groot gat. En nu is er een wereld van mogelijkheden geopend. Ja. Ja, dus er waren inderdaad wel 6 sessies voor nodig. En dat ook was op echt allerlei vlakken, hè? Facebook, ja. LinkedIn, Instagram. Ja, dat was... Maar er is veel meer mogelijk als wat je denkt. En ik denk dat het toch ook echt noodzakelijk is dat je het voor je bedrijf gebruikt. Het kan eigenlijk niet meer zonder. Een advertentie per laatst in een krantje, dat is maar 5 minuten. En Insta gaat veel verder. Facebook gaat veel verder, ja. Inderdaad. En je zei, ik had een drempel om iets gelijk te moeten plaatsen dat gelijk openbaar is. Ja. Hoe zit je daar nu in? Nou ja, het is ook zo weer weg, hè? Dus je hoeft niet zo heel bang te zijn dat het lang bekeken wordt. Ja. En je oefent daarmee. Het wordt, en je oefent daarmee, ja. Kan wel helemaal beter worden. Dus. Ja. Oké. Succes en volg Berger of Velden op Facebook, LinkedIn, Insta. Alles is mogelijk. Klopt. Dankjewel, graag gedaan. Jij ook bedankt.